En dan naar het voetbal van de afgelopen dagen met Paul Post. Ja, Paul, de crisis bij PSV lijkt gisteren echt tot een hoogtepunt te zijn gekomen, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. De ene tik na de andere moest PSV de afgelopen weken incasseren. Ja, gisteren lijkt het wel de genadeklap die uitgedeeld werd door uitgerekend NAC Breda. Die ploeg won in eigen stadion met 3-1. Ja, een mooie overwinning voor NAC, maar een nederlaag voor PSV die de ploeg die Fred Rutte zich eigenlijk niet kon permitteren. Ja, tot overmaat van ramp moest diezelfde Fred Rutte, nadat hij eerst een heel lege journalisten te woord moest staan, bij terugkomst op de hertgang ook nog een groep woedende PSV-supporters toespreken. En dat deed hij eigenlijk met verve. Kijk, ik werk 8 jaar bij deze club. Dacht je niet dat mij dat pijn doet, wat er allemaal gebeurt nu? Helemaal niet, hoor. Ja, echt wel. Nee. Kijk, ik ben er verantwoordelijk voor. En ik loop voor die verantwoordelijkheid absoluut niet weg. Kijk, maar geef deze gasten het gevoel dat je ook 200 of 300% achter ze staat. Staan we! Als iedereen dat gevoel heeft, en ook mijn spelers hebben dat gevoel, was ik al lang weg geweest. Nou, hele bijzondere beelden, Paul. Maar hoe reageerden de spelers van PSV eigenlijk op deze klap? Ja, die zijn ook aangeslagen, die zijn ook murf, die snappen het ook niet. Die balen ook dat de vorm er niet is, dat het zelfvertrouwen er niet is. Dat het team als een beetje loszand langs elkaar heen loopt. Incasseren ook de ene na de andere tik, willen kampioen worden, zien dat dat waarschijnlijk weer niet gaat lukken. Eén ding is me wel duidelijk geworden, het merendeel van de spelersgroep staat nog als één blok achter de trainer. Maar I think we let the coach down a little bit today. We know he had pressure on himself and en wij ons, hè? Ik ken deze trainer als een vechter, voor mij heeft hij het zelf ook aangegeven. En, ik geloof niet dat deze trainer zichzelf gaat opstappen. En, ik heb heel veel van deze trainer geleerd en ik ben hem heel dankbaar daarvoor. En voor mij mag hij blijven, maar we moeten kijken wat er gaat gebeuren. Ja, Paul, en wat gaat er gebeuren? Ja, dat is de grote vraag. Het kan bijna niet anders dan dat we vandaag een bericht krijgen van de PSV-directie dat de wegen van PSV en Fred Rutte zich gaan scheiden. Gisteren, Tini Sanders en Marcel Brands zaten op de tribune, wilden de afloop helemaal niks kwijt, wilden niks zeggen. Maar vanochtend is er directieoverleg. Er zal overleg zijn ook met de trainer en dan zal er ongetwijfeld naar buiten komen dat het einde verhaal is voor trainer Fred Rutte bij PSV. Ja, wat dan de komende weken, het restant van het seizoen, wie dan voor die groep moet gaan staan. Ja, dat is nog de grote vraag.